Het begon met een kinderruzie tussen twee kinderen. Die hadden een beetje ruzie met elkaar. En toen zijn ouders mee gaan bemoeien. En vandaar dit een beetje uit de hand. En zijn ze denk ik gelijk slaags geraakt met elkaar. Er was een flinke paniek hier in het restaurant. Als we de beelden zien en de geluiden horen, dan hoor je heel veel gegil. Kijk, de mensen hebben wel niets vermoeden te eten natuurlijk. En opeens gebeurt dat. Dan denk ik van, waarom vroeg me nou, weet je wel. Dus het was wel eventjes paniek, maar het was ook wel snel opgelost. Het duurde niet heel lang, gelukkig. Mijn personeelslid van mij die is heel goed ertussen gesprongen. Hij heeft ze kraat gehaald en gelijk eruit gestuurd. En weet je wel, die mensen, ja, dat is gelijk weg moeten wezen. En dan was het ook afgelopen. De man die in slaan was, die heeft u dus meteen eruit gezet? Ja, die is eruit gelijk uitgezet. De hele groep is gewoon weggegaan, was een grote groep. De hele groep die moest voor ons eruit en ze hebben wel netjes afgerekend. En uiteindelijk weggegaan en toen was het ook afgelopen. Waren dat voor mensen? Was het gewoon een gezin met kinderen? Nee, dat was een hele groep familie of vrienden. Ik weet ook niet precies. Het was een groep van 36 mensen. Het is een grote groep. En er waren allemaal familieleden en waarschijnlijk misschien wel vrienden. Ja, die hebben hier gewoon twee uur netjes gegeten en op een gegeven moment was er best ruzie. Soms uit niets. Volgens u kwam het echt uit het niets. Ineens kregen die kinderen ruzie, ouders bemoeiden zich ermee en toen ging het mis. Ja, het begon een woordwisseling, hoorde ik. Het liep heel snel uit de hand. Er was denk ik, een agressieve man die ook aan het slaan was. Die had denk ik, een kort, heel kort lontje. Dus die ging gelijk op de vuist. Het was heel moeilijk om dan dat tegen te houden als iemand er gelijk gaat slaan. Ja, kunt u zich hier als restaurant tegen wapenen? Ik kan me voorstellen dat u er geen behoefte aan hebt om hier beveiligers voor de deur te zetten. Nee, dat niet. Ja, tegen wapenen, dat is. Dat is wat onmoeilijk. Ja, als je over kamerbeelden hangt in de zaak, dan. Kijk, je bent daar allemaal aan het werken. Je kunt ook niet alles dan zien en als er iets gebeurt. Kijk, zo'n grote zaak en overal zoveel mensen zitten hier. Om dat te kunnen zien omdat dat ergens misgaat, dat is wel heel moeilijk, lijkt ons. Maar we zorgen. We zullen natuurlijk wel opletten op signalen of zo, mochten die er zijn. Van dat gaat niet goed. Dat je dan er sneller bij bent. Zodat weet je wel, in de kiem volgens morgen. De ruziezoeker is eruit gezet. Een heleboel mensen zijn meegegaan die bij die groepen hoorden. Werd het daarna ook weer rustig? Daarna werd het helemaal rustig. Ja, daarna was het klaar en dan hebben we nog even gesproken met de slachtoffer. Even gevraagd hoe het ging. Niks gebroken, alles was goed, gelukkig. En dus op kamerbeeld leek was ook heel erg. Met veel geslagen, maar uiteindelijk was hij, wat ik weet, niet heel erg verwond. Ik heb vanmorgen nog een vrouw gesproken en die zei ook dat het goed met hem ging. Dus gelukkig is het uiteindelijk wel nog wel goed afgelopen dan. En die ruziezoekers zijn niet meer welkom hier? Nee, zeker niet. Nee, daar ga ik een notitie van maken. Die mag van mij wegblijven, heel ver weg. Dus dan moet je niet hebben zulke dingen in de zaak. Dat begrijpt iedereen wel. Dus.